We hebben ooit een uitgebreide enquête, dat is het woord, gedaan onder de Belgische deelnemers in Leiden die daar kwamen mediteren. Meer dan 30 deelnemers hebben de vragenlijst ingevuld. En dat ging over welke thema's ze graag naar luisterden. Of welke thema's hen bezighielden. En een van de meest gekozen vragen of kwesties die leefden bij de mensen. Ik weet niet in welke mate dat voor Nederlanders geldt, maar dat was dus wel voor de Belgen zo. Is er rechtvaardigheid in de wereld? Het is een beetje een abstracte vraag, maar het wordt wel concreter wanneer je naar een aantal specifieke uitwerkingen kijkt. De soort van vragen die mensen stelden waren, wacht even hoor, waarom is er ongelijkheid in de wereld? Waarom is er lijden? Als er werkelijk iets spiritueels bestaat, zoals God of iets hogers, waarom gebeuren deze dingen dan? En wat moeten we hier als een verantwoordelijk mens aan doen? En ik heb hier erbij gezet dat het tijdloze vragen zijn. Ik denk dat dit altijd wel vragen zijn die hebben geleefd bij mensen. Hoewel ongelijkheid natuurlijk wel iets is wat we met name kennen van de moderne tijd, is het niet helemaal onbekend voor de oude wereld. Als je bijvoorbeeld kijkt in de boeddhistische teksten, daar wordt ook al gesproken over de verschillen tussen de kasten. En dat wordt ook gerelativeerd als niet echt relevant voor het karakter van mensen. En dan met andere woorden, eigenlijk wat de Boeddha dan bijvoorbeeld zegt, is dat de werkelijke verschillen tussen mensen meer te maken hebben met karakter dan hoe in welke klasse iemand is geboren. Maar dat is toch iets, dat zijn toch vragen die heel oud zijn dus. En er zijn ook een heleboel antwoorden die mensen hebben geprobeerd te formuleren op deze vraag. Het geloof in de vrije wil is een heel belangrijk concept in bijvoorbeeld het katholicisme en een heleboel andere vormen van christendom. Ik heb het hier een beetje, misschien een beetje kort geformuleerd, maar het is wel gebaseerd op een betrouwbare bron, de BBC. het is niet helemaal misschien waar een christen zich in kan vinden, maar ik heb het in het kort geformuleerd. Mensen hebben een vrije wil. En als ze dus hun leven misgaat, dan is dat eigenlijk hun eigen verantwoordelijkheid of hun schuld. Je kunt vervolgens daaraan koppelen het geloof dat God een plan heeft. Of Allah en Brahma in andere religies. En daarom mensen soms moeten lijden om te leren. En dat plan kun je niet echt begrijpen. Dus dat is ook een geloof wat daar gekoppeld is. Hè, mensen verwachten dat dingen in het leven een bepaalde betekenis hebben. En dat daar een soort van intelligentie achter zit. En uiteindelijk ook een soort bestemming. En dat is het hele idee van het Nederlandse woord zingeving. En gekoppeld aan het idee van een bestemming of een functie of een uiteindelijk doel, is het idee namelijk ook van als we nu lijden, is het misschien wel erg, maar in een hiernamaals is het misschien beter. Nu, dat zijn de opvattingen die heel veel leven. Maar er is ook wel heel veel kritiek, met name op die eerste opvatting. Een van de vormen van kritiek die daarop is gegeven, staat bekend in de psychologie als de rechtvaardige wereldtheorie. Nou, de rechtvaardige wereldtheorie is een theorie die
die dus mensen hebben. En dat blijkt dus niet alleen maar te maken, blijkt niet zozeer te maken met religie, maar ook bij heel veel niet-religieuze mensen schijnt het ook voor te komen. Of met andere woorden, bij mensen die niet naar de kerk gaan. Misschien wel mensen die ze religieus noemen. Maar of je naar de kerk gaat of niet, heeft er niet zoveel mee te maken. En het is gewoon het idee dat als iemand het moeilijk heeft, dat het hun eigen schuld is. En dat is wat er ook bekend staat als de rechtvaardige wereldtheorie. En in onderzoek in Nederland is die overtuiging ook nog eens gekoppeld aan geweld. Dus men heeft bewezen dat als mensen met zo'n bepaalde opvatting, rechtvaardige wereldtheorie, kijken naar geweld, dan kunnen ze dat geweld eerder rechtvaardigen. En als mensen namelijk slachtoffer zijn van zinloos geweld, dan hebben ze toch de neiging te denken van, nou, die persoon zal vast wel iets hebben misgedaan. Wat dan misschien ook wel leidt tot de bekende filosofie van de vrouw die schaars gekleed is en vervolgens verkracht wordt en dan, nou ja, mensen dat gaan rechtvaardigen. Dat is natuurlijk allemaal heel ernstig. Maar mensen kunnen ook zeggen van, ja, maar rechtvaardigheid is ook dat je gelooft dat alle goede dingen die je doet uiteindelijk weer een goed weer tot iets goeds leiden. Hè? Heel veel mensen doen bijvoorbeeld in een heleboel belangrijke wereldreligies, die mensen goede werken, goede daden en helpen heel veel mensen op allerlei manieren. Geven een groot deel van hun inkomen uit, of het nu moslims zijn, christenen of hindoes, om mensen te helpen. En dat doen ze omdat ze geloven dat dat een soort van, ja, beloning met zich meebrengt. Niet alleen voor henzelf, maar misschien ook voor anderen. Dat is een hele filosofie. Er zitten ook wel positieve kanten aan, zeker. Nu, dat is een beetje het algemene beeld. Maar wat zegt het boeddhisme over deze dingen? Het is nogal een moeilijke vraag. Ik heb er al een paar keer in gedoken in de materie. Er is niet zo heel veel geschreven over wat het boeddhisme zegt over rechtvaardigheid, omdat het zo'n westers concept is. Het is een westers concept in de zin dat het veronderstelt dat er een hogere intelligentie is die een bepaalde orde in de wereld heeft gebracht. En dat mensen als in die orde leven, die orde kunnen leren kennen en vervolgens daarna gaan leven. En daarmee als een soort van, ik zou niet zeggen handlanger, maar als een soort van assistent van God, die rechtvaardigheid kunnen bewerkstelligen. En dat is natuurlijk heel vreemd voor de boeddhistische kijk op de wereld. Maar dus in de Thaise taal is er bijvoorbeeld de uitdrukking, Als je een kuil graaft voor een ander, dan val je er zelf in. Heb je ook een vergelijkbare uitdrukking? Maar die uitdrukking is in heel moderne taal geformuleerd, wat eigenlijk al verraadt dat het vertaald is uit het Engels of uit het Frans. Dus die hele terminologie die is ons niet bekend. Dus je kunt niet echt het boeddhisme verwijten dat er niet heel veel over geschreven is. Maar er zijn wel heel veel boeddhisten die er zich tegenwoordig mee hebben bezig gehouden. In de huidige tijd, als een soort van reactie op discussies over rechtvaardigheid in andere religies en filosofieën. En het is natuurlijk ook wel belangrijk, want in elke maatschappij, of het nu een boeddhistische of christelijk, van oorsprong christelijke maatschappij is, komen problemen voor. En wat doe je daarmee als mens? Wat doe je er bijvoorbeeld mee als mensen in armoede leven? Ga je er iets aan doen of juist niet? En niet zo lang geleden is er een discussie, nou eigenlijk best wel lang geleden, is er een discussie geweest naar aanleiding van een voetbaltrainer die zich uitsprak over karma. En deze voetbaltrainer die had een soort van geloofsgenezer, een soort van New Age-achtig type die waarschijnlijk door het boeddhisme was geïnspireerd of door het hindoeïsme. En ja, hij werd nogal berucht, deze voetbaltrainer, door het feit dat hij iets zei wat nogal gevoelig lag. Ik zal
je een opname laten zien van een nieuwsbericht van die tijd. Maar het is wel in het Engels. Ik kon geen Nederlandse versie vinden. Dit kunnen jullie waarschijnlijk niet zien, dus ik ga even opnieuw. Kunnen jullie dit zien? Nog niet. Oh, ja. Dit kun je waarschijnlijk niet horen. Klein momentje. Ik moet er weer even in komen. Goed. Het gaat over de voetbaltrainer Glenn Hoddle. En dat was een belangrijke voetbaltrainer in de 90e jaren. En dit is eigenlijk markeert het einde van zijn carrière. Toen hij zich uitsprak over gehandicapte mensen. Hello, good evening. The row over Glenn Hoddle's reported views on the disabled and reincarnation show no sign of abating. He says he's been misunderstood and misinterpreted. The England football coach has been trying to put the record straight, saying that the last thing he wanted was to upset people with disabilities. In the wake of the article, Glenn Hoddle was sent to Coventry, the Coventry-Liverpool match in the Premiership to be precise. The England coach is no stranger to controversy, but even he seems shocked at the way his comments have been interpreted. He's quoted as saying, "You and I have been given two hands and two legs and half decent brains. Some people have not been born like that for a reason. The karma is working from another lifetime. What you sow, you have to reap." And though the England coach says he didn't mean disability is linked to previous sins, it's still no clearer what he did mean. All I've said, I gave an example of, the man asked me about reincarnation, which I've been on television and radio before, and said that's a personal belief of mine. I tried to give him an example of why people, you know, are born into sometimes in life in poverty, in material riches. And there's an imbalance there, there's an injustice, of which I've also said people were born disabled coming into life, and other people. I mean, I've personally got three lovely children that have not been disabled, God bless, at this moment in time. Hoddle's previous control. Kun je het volgen? Niet zo goed. Nee, de Glenn Hoddle, die heeft, dat was een belangrijke voetbalcoach, nogal prominent in die tijd. En die is op een gegeven moment is zijn mening gevraagd over bepaalde sociale onderwerpen. En hij heeft dus gezegd dat niet alleen arme mensen door hun slechte karma arm zijn, maar dat ook gehandicapte mensen door hun slechte karma van vorige levens gehandicapt zijn. Wat nogal relevant is in de sportwereld, want gehandicapten hadden vooral zeker in die tijd steeds meer een prominente begonnen daar een beetje aan het vechten voor een rol in de sport. En hij heeft dus ook gezegd dat dat je in feite wat goes around, comes around, dus een beetje in die termen gepraat over gehandicapte mensen. En dat is natuurlijk, dat lag heel gevoelig en dat werd heel kritisch op gereageerd. In de tijd was er is er in de tijd nog een krantenbericht geweest in de Trouw, die nogal houdt van religieuze debatten. En in de Trouw hebben ze het zelfs vergeleken met nazi-sentimenten, wat nogal overdreven is naar mijn gevoel. Ik weet ook dat er in die tijd ook iemand is geweest, maar dat kan ik niet meer terugvinden, die de monnik heeft geïnterviewd, die tegenwoordig die het Maitreya-instituut heeft opgericht. En die monnik heeft in de tijd ook zomaar gezegd van ja, er is inderdaad karma in boeddhisme. Die wist ook niet zo goed hoe hij daarop moest reageren. Wat alleen maar aantoont wat ik al wilde zeggen, dat het een hele moeilijk onderwerp is voor een boeddhist om over te praten. Omdat het niet echt ons ding is, zeg maar. Maar er zijn wel drie dingen die je moet begrijpen als je het hebt over karma. Dus als je die dingen begrijpt, dan kan je al heel veel van deze misverstanden voorkomen. Dit zijn drie dingen die de Boeddha zelf noemde en waarvan hij duidelijk zei dat het niet de dingen zijn die hij onderwees. En dat het drie soorten overtuigingen zijn die leiden tot passiviteit, in zijn woorden.
Dus daarom deze drie overtuigingen eigenlijk in zijn ogen niet helpen. Niet echt je vooruit helpen. Eerste plaats is geef je karma de schuld. Dus dat is ervan uitgaan dat er wel inderdaad een soort van karma is. Maar dat alles in ons leven daardoor beïnvloed is. En dat ook alles daarmee vastgesteld is. Dus met andere woorden, we hebben niet de mogelijkheid om dingen te veranderen. Ik ben een keer iemand tegengekomen en die hoorde dat ik mij met het boeddhisme bezig hield. En die zei tegen mij, ja, ik heb laatst een muis doodgeslagen. Maar ik geloof ook heel erg in karma, want die muis, dat was gewoon zijn karma dat hij doodging. dat is natuurlijk niet hoe karma werkt, dat je alles ziet als een soort vastgelegd lot of zo. En dat die muis maar moet doodgaan omdat dat zijn karma is. Het gaat natuurlijk altijd in de eerste plaats om onszelf. Dat is één ding. Wat het karma is wat wij doen. Niet alleen wat het karma is van de ander. Maar het is natuurlijk ook niet zo dat een muis noodzakelijk dood moet gaan of zo. En dat je dat zou kunnen bepalen voor jouzelf. Dan is het geef de wil van God de schuld. Dit is werkelijk wat in de oudste tekst, in de oudere teksten staat. Het woord wat ze gebruiken is isariya of iets in de Pali wordt een woord gebruikt wat doet denken aan een god of aan een schepper of aan een hogere intelligentie. Geef de wil van God de schuld wil dus zeggen dat je in feite denkt dat alles wordt beïnvloed door die god. Dat alles is vastgelegd, dat een soort wat we ja, ook wel kunnen formuleren als een soort van determinisme, fatalisme, een soort alles ligt vast omdat God het nu eenmaal wil. Dus iemand is voor een dubbeltje geboren, dan ben je voor een dubbeltje geboren. Ben je voor een daalder geboren, ben je voor een daalder geboren. Met andere woorden, zoals je eenmaal bent geboren, zo ben je. En je kunt het niet veranderen. En daarbij aansluit het idee dat er bepaalde dingen zijn die niet de wil van God is. Bijvoorbeeld als je een vaccin voor een coronavirus inspuit, dan is dat niet de wil van God. Maar de wil van God is dat je gewoon ziek wordt of niet ziek. En dat is afhankelijk van God. Dus je bent dan in staat om te zeggen, dat is de wil van God en dat is niet de wil van God. Dat is natuurlijk, de vraag is of dat kan. En de vraag is natuurlijk ook van, leidt dat niet tot passiviteit? Waarom is een vaccin niet de wil van God, zeg maar? Nou, dat is dus ook een kwestie die speelt. Er is een klein verhaaltje daarover, wat misschien een beetje grappig is, maar het illustreert wel een belangrijk punt. En het is niet dat ik dit nu vertel als een kritiek op het christendom in het algemeen. Het is meer dat ik het vertel als een soort kritiek op een bepaalde overtuiging die kan leven onder christenen, maar ook onder boeddhisten. Namelijk dat alles is bepaald, is vastgelegd. En dat gaat over een vrouw. Misschien heb ik het verhaal al een keer verteld. Sorry daarvoor, alvast. En die vrouw haar dorp is onder een overstroming gekomen. Dus dit hele dorp is overstroomd. En het is een verschrikkelijk moment. Alle huizen die staan onder water. En het water stijgt. En een aantal van de dorpelingen die komen, iedereen die nog in hun huis vastzit of die nog niet een uitweg hebben gevonden, die komen hun te hulp. Met in een bootje roeien ze naar de mensen toe en ze vragen iedereen om op de boot te komen. En zo komen ze bij die vrouw ook aan en ze zeggen tegen die mevrouw, oh, kom snel op onze boot, want het water stijgt en we willen je redden. En dan kun je met ons mee naar een veilige plaats. Maar zij zegt, nee, ik hoef niet dat te doen. Ik hoef nergens naartoe, want ik vertrouw op de wil van God. En vervolgens gaan die dorpelingen, die gaan verder met de boot. Die denken, ja, ik kan je niet helpen. Vervolgens stijgt het water tot de borst. En die mevrouw die begint dus bijna al onder water te staan. En ze kan niet zwemmen.
Komt er nog een boot aan met nog meer dorpelingen en die zeggen, kom toch op de boot, anders overleef je het niet. En maar zij zegt weer, ik vertrouw in de wil van God. En uiteindelijk stijgt het water tot haar keel en verdrinkt ze bijna. En er komt een derde boot, maar weer weigert ze. En uiteindelijk verdrinkt ze. En vervolgens komt ze in de hemel volgens dit verhaal en komt ze daar dus God tegen. En ze is een beetje verontwaardigd. Ze zegt, waarom heeft u mij niet geholpen? Ik vertrouwde in uw barmhartigheid. Waarom heeft u mij niet geholpen? En toen zei die God, die zei vervolgens, ik heb 3 boten op je afgestuurd. Waarom ben je niet op een van die boten geklommen? Dus dit is een beetje de filosofie die natuurlijk het problematisch is. Wat is nu de wil van God en wat niet? En als je zegt, alles is de wil van God, dan heb je in feite geen vrijheid meer. Dan heb je nog het idee van, geef je lot de schuld. Dus dat je zegt dat alles, weliswaar is er geen God of geen karma, dat alles heeft bepaald, maar er is gewoon een lot, een vastgelegd determinisme en alles is gewoon op die manier vastgelegd. Sommige mensen geloven dat er een soort wetenschappelijk determinisme is, dat we niet zozeer de wil van God hebben in ons leven, maar dat alle dingen die we doen uiteindelijk gewoon vast zijn bepaald door bepaalde wetenschappelijke factoren, zoals genetische factoren, omgeving en dergelijke. Alleen, wat steeds weer blijkt uit wetenschappelijke ontdekkingen is dat dat niet te bewijzen is. Dat bijvoorbeeld de genen maar een klein deel van het gedrag van mensen kunnen verklaren. En dat zelfs de genen kunnen veranderen door bijvoorbeeld dat je bepaalde genen aan en uit kunt zetten door je eigen gedrag. Wat ook wel epigenetica wordt genoemd. Met andere woorden, ook daar is er tegenstelling. Informatie tegen elkaar indruist. Dan is natuurlijk wel de discussie van, ja, maar zegt het boeddhisme dan dat we volledig, wat zegt het boeddhisme dan wel? Hè? Dat is natuurlijk wel de discussie van, je hebt nu gezegd wat de wet van karma niet is, maar wat is het dan wel? En waarom noemen we het eigenlijk de wet van karma? Allereerst moeten we even teruggaan naar het idee dat we allemaal begeerte, haat en verwarring in ons hebben. Dat zijn negatieve emoties en onrealistische percepties. En die leiden in ons leven en die brengen ons ook lijden. Maar we kunnen dus leren om daarmee om te gaan en uit positieve emoties en wijsheid te handelen. Dat is de boeddhistische ethiek in een notendop. Wanneer we handelen uit begeerte, haat en verwarring, dan doen we iets wat we noemen wat onheilzaam is. Onheilzaam, of ook wel soms onbekwaam genoemd, is een handeling die dus een bepaald karma veroorzaakt, omdat we handelen uit een negatieve bron van begeerte, iets willen hebben wat je niet nodig hebt. Of boosheid, dat je iets wil vernietigen of iemand wil vernietigen. Of verwarring, dat je de dingen niet ziet zoals ze werkelijk zijn. Maar als je dus uit positieve emoties handelt en wijsheid, dan heb je dus een andere soort instelling. De hele aard van je bewustzijn is ook anders. Het is veel ruimer en meer open. En je ziet de dingen duidelijker. Dus in het boeddhisme geloven we ook dat er een soort absolute onderscheid is, onafhankelijk van religie, onafhankelijk van waardeoordelen. Als je kijkt naar de menselijke geest, dat er een soort absoluut onderscheid is tussen dingen die ons gelukkig maken en ongelukkig. Maar dat wil niet zeggen dat die emoties natuurlijk kunnen mengen. Want we hebben het soms ook wel eens over een liefde-haat-relatie. Een haat-liefde-relatie. Dus het kan wel mengen, maar er is wel een duidelijk onderscheid tussen bepaalde dingen die ons geest doen ontwikkelen. En andere dingen die onze geest minder doen ontwikkelen.
Ja, dus de basis van de wet van karma is dus die achtergrond van de motivatie. Maar waarom noemen we het dan een wet? Nou, in het boeddhisme zeggen we ook wel eens dat karma een wet is. Het woord dat in het Pali, in de oude Indiase taal van het Pali wordt gebruikt, is kamma niyama, of de wetmatigheid van karma. Net zoals er wetten zijn in de fysica, de biologie of de psychologie, zijn er dus ook wetten die te maken met onze geest en de morele karakter daarvan. Morele karakter van de dingen die we doen. Wat we doen, zeggen en denken noemen we dus karma in die zin. Als het moreel is gemotiveerd. Niet alles wat we doen is moreel gemotiveerd. Als we eventjes de stoel opzij zetten, is dat niet noodzakelijk moreel gemotiveerd. Maar dingen die moreel gemotiveerd zijn, door dus die emoties die ik net noemde, of door bepaalde percepties, of ze realistisch zijn of niet, dat noemen we dus karma of kamma. Je kunt allebei gebruiken. Het resultaat daarvan noemen we wel het rijpen van karma, of pala. Pala betekent vrucht, of vipaka. Vipaka betekent zoiets als resultaat. Dus heel vaak dan is daar een beetje verwarring over. Wat is nu karma en wat is het resultaat van karma? En heel vaak zie je ook dat, zelfs onder boeddhisten, dat niet duidelijk wordt onderscheiden. Maar het is dus wel iets wat in de meeste oudste boeddhistische teksten wel wordt onderscheiden. Maar je hebt wel bepaalde teksten waarin de Boeddha spreekt van oud karma en nieuw karma, waarbij, maar dat wordt te ingewikkeld. Laat ik het houden bij karma en het resultaat ervan. Dus als er iets in je leven gebeurt wat een beetje vreemd is en je denkt, dit heeft iets te maken met wat ik heb gedaan en het komt een beetje op een rare manier tot uiting, dan kun je zeggen dat is het resultaat van karma. Dat is dan niet karma, want karma is wat je nu doet. In het boeddhisme geloven we dat karma niet alleen in het hier en nu rijpt of tot uiting komt, maar ook in een volgend leven of daarop volgende levens. Dat is nu niet zo heel relevant, maar dat is even om de context te laten zien. Hoorde ik een vraag? Of? Oh nee, het zal een echo zijn geweest. Ik ga even verder. Oh. Krijg even een error. Er is ook een geloof wat gekoppeld is hieraan. Een geloof of een overtuiging. Maar ja, dat noem ik nu omdat het wel relevant is voor de soort van aspecten die in de wet van karma worden genoemd. Geloof in karma, dat is het geloof dat dat er een karma is in het algemeen. Geloof in het rijpen van karma is dat je gelooft dat je handelen een bepaald resultaat heeft in de toekomst en dat je dat resultaat niet kan ontvluchten. Het geloven in de eigenaar van karma te zijn betekent dat je een karma niet ineens aan iemand anders kunt geven. Je kunt het wel vertellen aan iemand anders, maar dat is weer een ander verhaal. Dus dat en ook een vorm van geloof die daaraan wordt gekoppeld is de verlichting, omdat uiteindelijk de verlichting is wat iedereen kan bereiken. En dat is daarmee ook een soort van geloof, maar dat is nu niet heel relevant. Principes van karma. En daarmee komen we uiteindelijk ook weer terug op het onderwerp van rechtvaardigheid. En dit is altijd een beetje, er leidt altijd heel veel discussies. Hoe werkt het nou precies, die karma? En dan moet ik zeggen dat in het Hindoeïsme wordt ook gesproken over karma. Maar er is heel veel historisch bewijs voor dat dat niet de manier was waarop het Hindoeïsme oorspronkelijk over karma sprak. Het oude Hindoeïsme, wat we ook wel het Brahmanisme noemen, sprak over karma met name als een ritueel. Dus je moest een ritueel op een bepaalde manier doen en dat was je karma. Het was dus met name een geheel van dingen die je moest doen in de juiste volgorde of op de juiste manier. En dat was dan het juiste karma.
Het hele idee dat karma iets moreels is en iets universeels, wat niet te maken heeft met wat de plaatselijke priester doet of zo, maar wat te maken heeft met wat ieder mens kan doen en mag doen en wil doen, dat heeft eigenlijk de Boeddha geïntroduceerd. Er is eigenlijk geen andere verklaring mogelijk, omdat dat heel duidelijk terug te zien is, dat unieke standpunt in de oude boeddhistische teksten. Dus de heel beroemde uitspraak van de Boeddha, waarin hij historisch een heel unieke positie innam in die tijd, was: karma is intentie. Karma, het woord voor intentie was cetana. En dat wil zeggen dus dat karma in feite iets is wat universeel is en wat daarmee een wetmatigheid is. Wat te maken heeft met je intenties of je motivatie. Maar dat heb ik al zojuist over verteld. Een karma rijpt altijd bij degene die de karma heeft gedaan, niet bij iemand anders. Het is niet zoals dat iemand die hik heeft en dat je zegt, ik geef die hik aan jou of zo. Ja, het is in feite, kun je het niet zomaar aan iemand anders geven. Je kunt ook aan de andere kant kun je ook niet zeggen van, ik voelde vandaag heel veel negatieve energie van jou, dus ik wil jou niet meer ontmoeten, want jij hebt heel veel slecht karma. Dat is niet hoe het werkt. Ik bedoel, als iemand heel veel negatieve energie heeft, maar niet noodzakelijk je iets negatiefs zegt of zo, dan hangt het maar van jouzelf af, in welke mate je daardoor beïnvloed wordt. Het is niet zo dat iemand jouw hele leven kan beïnvloeden door zijn of haar karma. Een karma rijpt met vergelijkbare vruchten. Dat wil zeggen dat als we iets, bijvoorbeeld heel vaak iemand positieve dingen zeggen, we geven iemand een klopje op de schouder, en we geven iemand positieve complimenten, dan komt dat in vergelijkbare aard naar ons terug. Het hoeft niet altijd exact dezelfde manier te zijn, maar het komt op een of andere manier in een vergelijkbare vorm weer terug. Kan ook iets anders zijn. Hè? Bijvoorbeeld kan zijn dat iemand in het verleden, in een vorig leven, of misschien zelfs in dit leven, op een boerderij heeft gewerkt en een dier heeft gedood als onderdeel van het beroep van het zijn van een boer. En vervolgens dat daarmee die persoon karma heeft veroorzaakt en dat die persoon daardoor in dit leven een kort leven heeft, waardoor die snel in een bepaald auto-ongeluk terechtkomt, bijvoorbeeld. Dus dat is wel een ander soort iets. Dus iemand doodt een dier en vervolgens komt hij in een auto-ongeluk terecht. Maar het is een vergelijkbaar resultaat, namelijk dat het beëindiging van het leven is. Ik kan ook later nog in een andere lezing nog wat voorbeelden noemen. Maar met andere woorden, karma is niet exact boontje komt om zijn loontje. Het is wel iets ingewikkelder dan dat. En daar kom ik dus zo op terug. Want als je zegt boontje komt op zijn loontje, komt om zijn loontje, dan zeg je in feite ook, het is je eigen dikke schuld. En dat is niet hoe het werkt. Daar kom ik zo op terug. Karma die je hebt gedaan, dat is het derde punt. Karma die je hebt gedaan zal rijpen zodra het daartoe de gelegenheid vindt. Dus een karma, dat is niet meteen instant karma, zoals ze wel eens zeggen tegenwoordig. Dat is niet hoe het meestal werkt. Karma heeft over het algemeen duurt een tijdje. En dat is dus ook het moeilijke eraan, want als iemand dus iets goeds doet, dan kan het zijn dat het niet meteen de vruchten afwerpt. Aan de andere kant, als iemand iets verkeerd doet, er zijn genoeg verkeerde mensen, en dat heeft de Boeddha zelf ook onderkend, die heel veel verkeerde dingen doen en toch niet meteen daar de resultaten van zien. Dus dat is natuurlijk een eeuwenoude kwestie, hè, van waarom. Why are there bad people who are happy? Of zoiets. Maar misschien is dat wel niet zo. Misschien kijken we er niet goed naar. Misschien kijken we niet lang genoeg ernaar. Wanneer een karma is gerijpt, is hij uitgeput. Met andere woorden, als je een keer al de gevolgen van een karma hebt ervaren, dan put het op een gegeven moment uit. Dan is het afgelopen. Of als je heel veel positieve dingen hebt gedaan in je leven,
en je merkt dat je leven daardoor beter wordt, kan het op een gegeven moment ook weer uitputten. Het is belangrijk daarom dat je al je verworvenheden in je leven, alle goede dingen, alle privileges, alle positieve dingen, je goede omstandigheden, dat je die met een korreltje zout neemt van hey, dat kan ook weer wat weer veranderen. Daarom is het zo belangrijk dat we onze goede verworvenheden in het leven ook gebruiken om goed te doen. Zodat we het ook kunnen voortzetten voor onszelf, maar ook voor anderen. En karma zal altijd moeten rijpen en er kan niet van worden gevlucht. Dus een karma, daar kun je, er zijn ook letterlijk in de boeddhistische teksten mensen die worden genoemd die proberen te vluchten van een karma, die zich helemaal in hoge torens verbergen en uiteindelijk toch van hun eigen toren weer afvallen. Dus dat zijn verhalen die aantonen dat karma in feite iets is wat je niet kunt vermijden. Maar je kunt het wel minder een impact geven in je leven. Omdat positieve en negatieve karma wel elkaar beïnvloeden. Dus als je veel goede dingen doet, dan hebben negatieve dingen minder een invloed in je leven. Maar ze kunnen nog steeds wel een invloed hebben. Ik noem nu een heleboel dingen. Oh, sorry. Ik ga even kijken naar jullie of jullie in de tussentijd misschien iets willen vragen alvast. Voordat ik naar de conclusie ga. Is het enigszins duidelijk? Kun je hier iets mee? Ja. Ik ga wel even het verhaal afmaken, want we zijn er bijna doorheen. Nou. Is karma dan rechtvaardig? Is dan de volgende vraag. En dat is eigenlijk de vraag waar we zijn mee begonnen. Hè? Is er iets, zoiets als rechtvaardigheid in het boeddhisme? Het eerste belangrijke punt in een antwoord op deze vraag is dat we ons realiseren dus dat karma een onpersoonlijke wet is. De Boeddha heeft gewoon simpelweg deze wet ontdekt. Althans, dat is wat boeddhisten zoals ik geloven. Dat het iets is wat hij heeft ontdekt door zijn inzicht, maar dat het dus wel al bestond. Dus de Boeddha heeft ook zelf gezegd, ik heb een dhamma of een dharma, een wetmatigheid van het leven ontdekt. En die wetmatigheid die eer ik ook als een leraar. En dat is niet iets wat pas net is bedacht of opnieuw gecreëerd, maar dat bestond er al voor die tijd. En de Boeddha vergeleek dat zelfs met, blijkbaar bestond het al in die tijd, een archeologische ontdekking. Dat je een oude stad opgraaft die onder het zand is, of onder een bos is bedolven. En dat is dus in feite hoe hij het zag. Dus een wetmatigheid die hij had ontdekt. En karma is daarmee dus niet iets wat de Boeddha heeft uitgevonden. Het is daarmee een wetmatigheid die eigenlijk ook niet met een glimlach naar ons lacht of zo. Of een bepaald intelligentie achter zit of zo. Karma kan ons dus niet helpen of tegenwerken, letterlijk. Het is meer iets wat er gewoon is en wat we moeten leren gebruiken. Karma kan dus ook niet kijken wat we nodig hebben op dit moment of zo. Of wat we zouden moeten leren als les. En in die zin kan het dus best zijn dat iemand bijvoorbeeld gehandicapt wordt geboren, maar dat die daar persoon helemaal niks aan heeft. Karma is niet altijd functioneel in die zin. In het boeddhisme wordt ook over het algemeen niet zo gedacht. We zien niet een zekere nut in de wereld. Het klinkt heel negatief, maar de Boeddha die sprak meer over, de wereld is er nu en we kunnen er iets positiefs mee doen. We kunnen een manier vinden om geluk te ontdekken in ons leven. De zin moeten we in die zin, moeten we zingeving creëren. Dat is niet al inherent, dat is niet ingebouwd in deze wereld, die zingeving. Dat is in die zin, lijkt het heel erg op existentialisme, het boeddhisme. Dus in feite is de wereld heeft ook de Boeddha zou niet zeggen absurd, maar zoals de existentialisten dat zeggen, maar de Boeddha die zei,
in feite dat de wereld er gewoon is. En dat we op die manier kunnen kijken hoe gaan we met die wereld om, met de wetmatigheden van de wereld. En hoe ontwikkelen we onszelf daardoor, dat we uiteindelijk de ontwaking of wijsheid kunnen bereiken in ons leven. Met andere woorden, is dus niemand die karma verdient. Karma is daarmee nooit rechtvaardig. Maar iedereen verdient het pad naar geluk te vinden. Het is wel zo dat in het algemeen goede omstandigheden naar goede karma in het verleden verwijzen en negatieve omstandigheden naar negatieve karma in het verleden. Maar karma is heel complex en je kunt niet heel gemakkelijk daarom iemand veroordelen. Dat kan eigenlijk nooit. En je kunt ook heel vaak kan er iemand lijden onder bepaald karma zonder dat het een bepaald nut heeft, zonder dat daar een bepaalde les kan worden uitgetrokken. Boeddhisme onderwijst dus eigenlijk niet dat de wereld rechtvaardig is. Ook niet dat de wereld onrechtvaardig is, maar meer dat de wereld gewoon is. Want als je gelooft in een rechtvaardige wereld, dan leidt het al snel toe dat je passief wordt om de ander te helpen. Omdat je denkt, nou, dat is rechtvaardig dat die ander het zo moeilijk heeft. Of dat je passief wordt om de wereld te verbeteren, omdat je denkt, nou, het is niet nodig. Want het is toch allemaal zoals het moet zijn. Het wordt wel soms als een citaat van de Boeddha gezien om alles in het leven zo te accepteren zoals het is. En dat is niet exact wat het boeddhisme zegt. Het is natuurlijk heel goed als we leren om niet altijd te proberen dingen die we niet kunnen accepteren uit ons leven te bannen. Dat is niet een goede reactie en niet gezond. Maar het is zeker niet zo dat de Boeddha ooit heeft gezegd dat alles maar goed is zoals het is. Daarom is het wel een doel in het boeddhisme, zoals in heel veel religies, om naar een rechtvaardige wereld te streven als individu, als mens. In die zin kun je ook zeggen dat de rechtvaardigheid wel zeker een rol heeft in het boeddhisme, alhoewel misschien niet exact op dezelfde manier als het christendom. En daarmee wil ik eindigen met een citaat van een Japanse filosoof en boeddhist die in de 80e jaren heel veel heeft geschreven over een boeddhistische reacties op bepaalde westerse concepten en zo. En zijn naam is, ik weet niet of ik het goed uitspreek, maar Masao Abe. En hij heeft gezegd, "There is no Buddhist equivalent to the Christian notion of justice. Instead of justice, Buddhism talks about wisdom, prajna." Dat is een tikfout. Dat moet zijn prajna met een N met een tilde erop. Maar dat is de tikfout van het origineel. Boeddhistische paar, boeddhistische antwoord is in feite op rechtvaardigheid is niet zozeer liefde en rechtvaardigheid of barmhartigheid en rechtvaardigheid, maar compassie en wijsheid. Met andere woorden, Masao Abe die geloofde dat rechtvaardigheid wel iets is wat de boeddhist in het leven kan brengen voor zichzelf en de ander. Maar door compassie en wijsheid. Dat zijn de twee kernbegrippen. Dus misschien een beetje abstracte conclusie op het einde. Maar ik denk dat we dus kunnen zeggen dat het boeddhisme in feite wel zegt dat er lijden is in de wereld, maar dat niet rechtvaardigt op geen manier dan ook. Maar wel dat we de wereld kunnen veranderen door ons eigen doen en laten, omdat we voortdurend door ons karma de wereld beïnvloeden. Dus dat wilde ik vandaag vertellen over dit onderwerp. Ik weet niet of jullie er iets mee konden of er nog vragen over hebben. En zo ja, dan kun je misschien wil je reageren.